Laten we beginnen met 4 mei, even voordat we vandaag op 5 mei komen. Meneer Cohen, ik zag u gisteren ook op televisie. U was ook op de Dam. Hoe heeft u het beleefd? Ja, het was... Ik stond naast de hoofdcommissaris Bernard Welte. En we hadden het erover dat, er een andere atmosfeer was dan het jaar daarvoor. Toen was het vlak na Apeldoorn, waar we heel veel maatregelen hadden getroffen. Ik was toen ook nog in functie. En op zichzelf ging toen die 2 minuten stilte, die waren heel erg stil. En ja, opeens kwam daar die rare schreeuw. En met daarna dat rollende geluid. Een heel raar idee. En als je daar zo middenin staat, dan heb je al helemaal geen idee wat er precies gebeurt. Nee. En wat ik me er verder van heb gezien, was het eigenlijk binnen een paar minuten was het weer klaar. Maar was u zelf ook zo geschrokken dat u op de vlucht sloeg of ging rennen? Of, nee, helemaal niet. Nee. Nee. U hield er niet rekening mee dat er echt iets aan de hand was? Je kan dat heel moeilijk bekijken. Dus, ja. En zeker niet van die afstand. Maar je weet het gewoon echt niet hoe dat is. Wat me wel opviel, ik geloof dat gisteravond hier ook aan tafel is, zo'n paniek is er heel gauw. Maar het zit ook wel een beetje in de samenleving. Hè? En dat kwam natuurlijk ook door Apeldoorn. En het zou toch wel ontzettend mooi zijn als we op een gegeven ogenblik weer in een samenleving terecht zouden komen, waarin als er op een gegeven ogenblik zo iemand staat, dat er dan iemand naast hem staat en zegt, jongen, doe niet zo raar. Zullen we even kalm houden? Ja, maar kennelijk is dit ook gewoon, laten we zeggen, dit komt door terreur, toch? Omdat we weten dat het kan gebeuren, worden we bang dat het misschien nu ook gebeurt. Ja, en het beroerde is dan dat je daardoor weer denkt van we gaan het nog meer beveiligen. En doordat je het nog meer gaat beveiligen. En je moet op een gegeven ogenblik ook weer proberen om dat te deescaleren, denk ik. Ja. Hoe moeilijk dat ook is. De dichter des Vaderlands, die was er ook gisteravond. Ramzi Nasser. Ramzi, jij hebt gedicht geschreven over gisteravond. Was dat een spontaan idee of was je dat al van plan? Of? Nee, dat was ik totaal niet van plan. Nee, maar ik stond in die massa en echt op het punt waar, waar die man begon te schreeuwen. En ja, dus het is voor het eerst dat ik zeg maar massapsychose heb meegemaakt. Het is echt heel, heel, heel beangstigend. Je weet ook niet wat er gebeurt. Ineens, het leek alsof er een voertuig ineens de menigte in kwam. Maar dat voertuig was die menigte zelf. Die begon te rennen. En het enige wat je denkt is weg, weg. Het is heel raar. Achteraf denk je, hoe kan je nou voor je leven vrezen? Maar dat kan dus op zo'n moment. En ik was daar... Nou ja, ik was behoorlijk daarvan onder de indruk. Maar het is weer zo'n nationale gebeurtenis die... lijkt het wel alleen maar in Nederland kan gebeuren, stilaan. En ik vond het... Te belangrijk om te laten schieten. Ja, dus daar ben je ook dichter des Vaderlands voor, tenslotte. Ja, dus ik had een gedicht vandaag geschreven. En het gaat zowel over bevrijding als over de herdenking. En het verschijnt morgen in NSC Next en in NSC Handelsblad. Het heet Een mooie dag om stilte te verscheuren. Een mooie dag om stilte te verscheuren. Oud-strijders staan te beven aan de kant. De blikken op zwart-wit. En het gebeurt. Gewoon omdat het kan. Omdat één man. Het is de wet van Nederland. Bij ons moet alles vroeg of laat een keer gebeuren. Dus dan ook dit. Elk een zoekt naar het licht als hamsters in een bak met open deuren. Ik heb vandaag mijn oorlogsland herdacht. En struikel voort in volle ongeremdheid... Zozeer bevrijd dat ik een kind vertrap. Vlak voor mijn voeten valt een hoogbejaarde in zijn soldatenpak. Hij huilt. Ik kijk. Waar alles mag, is ieder vogel vrij. Dank u wel. Alsjeblieft. Bart Sabat, even literatoren onder elkaar. Daar gaan we niet over literaire waarden. Nee. Maar jij bent geen Amsterdammer. Ik neem aan dat je wel gisteren gekeken hebt naar wat er gebeurde. En als je die gekeken hebt, heb je het later teruggezien? Ja, ik zat live te kijken, wil ik maar zeggen. Thuis met het hele gezin. Vrouw en 4 kinderen. En dus je hoort dat gillen. Je ziet het grote overall shot hè, van bovenaf. Zie je. En je ziet die dranghek en mensen wegvluchten, wegrennen. En dan hoor je de ceremoniemeester zeggen even later dat er iemand onwel geworden is. Dat was wel een understatement. Ja, dat is een bizar... Oh, dus mijn kinderen, oh, pap, het is aan de hand. Nou, iemand onwel geworden. Dus dat, bedoel, dat is al een soort van absurd soort van... je begrijpt het wel, want er mag geen paniek uitbreken. Ja. Dus je moet het juist deescaleren natuurlijk allemaal. Dat werkte heel goed, volgens mij. Dat werkte heel goed, want het was eigenlijk... Maar ja, ook dan, en dan merk je weer dat we natuurlijk een koningin hebben... om u tegen te zeggen.
Want binnen de kortste keren stond ze er weer met een zucht, met de hoed goed, weet je wel, echt zo van, dat gaan we ons niet laten afpakken. En dat was, nou, dat was natuurlijk fantastisch, dat was dé oplossing. Ik bedoel, top, ja. Weet je wel. Ja. Ja. Goed, laten we naar vandaag gaan. Meneer Cohen, u heeft vandaag in ieder geval het nieuws gehad met uw voorstel om van 5 mei een verplichte vrije dag te maken. Ja. Nou, dan is de vraag, want u bent nu politicus, waar gaat u dat van betalen? Zullen we eerst vragen waarom ik het heb gevraagd? Vindt u dat goed? Ja. Nou ja, ik vind... Juist ook in de afgelopen jaren vind ik die bevrijdingsdag en het begrip vrijheid weer veel belangrijker geworden. Er is een hele tijd geweest dat we zo houden van vrijheid. Ja, dat is normaal. Dat is er gewoon. Maar de afgelopen jaren hebben we het zo ontzettend veel gehad en zo intensief gehad over essentiële onderdelen daarvan. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. En het speelt zo'n belangrijke rol in onze samenleving dat ik het eigenlijk heel goed vind als daar één dag is waarin we daar ook werkelijk met z'n allen aandacht aan besteden. We doen dat nou eens in de 5 jaar. En wat is er nou eigenlijk tegen om dan te zeggen, we doen dat ieder jaar? Goed. En dat is wat mij betreft, daar gaat het echt om. Ik had nog een tweede vraag erover. Mag ik je nu stellen? Ja, ik ga uw gang. Ja. Mag ik raden? Ja. Heeft u een idee? Ja, waar we dat van gaan betalen. Ik weet dat ook nog niet precies waar we dat van gaan betalen. Het ging mij er vooral om te zeggen, van ik vind het belangrijk dat we dit punt... En dat nou heel Nederland daar ook echt zegt van... ja, het is een van de dingen die wij ook met elkaar delen. En dan is het ook verstandig om dat ook op die manier te gaan vieren. Maar is dat nou niet het probleem van uw nieuwe functie? Dat je wel degelijk moet weten waar je dat van gaat betalen? Dat wordt u namelijk bij de eerste de beste keer gevraagd. Ja, dat merk ik. En ik zal u ook niet vragen hoeveel dat moet gaan kosten... want dat hebben we voor u opgezocht. Dat is 300 miljoen. Me dunkt. Ja, moet je toch ergens vinden? Jawel, dat moet je ergens vinden. Maar laten we eerst kijken of mensen dat ook met mij van mening zijn dat dit een goed onderwerp is. De meeste mensen zullen zeggen, als ik een extra vrije dag krijg, dan ben ik het wel mee eens. Jawel, dat is tuurlijk, zullen ze dat zeggen. Tenzij ze een andere vrije dag moeten inleveren ervoor. Ja, dat is... Nou, nee hoor, daar heb ik... Nee, dat kunnen er van alles zijn. Ik weet niet of je dat nou moet doen. Maar ik vind het eerlijk gezegd belangrijker. En ik heb tot nu toe ook gemerkt dat er nogal wat politieke partijen... andere politieke partijen zeggen, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ja, ja, want ik vind het een heel duidelijk punt. Hoe belangrijk vind je het om dan direct al gaan zeggen... van hoeveel gaat het ons kosten? Als we het inderdaad echt belangrijk vinden, dan vieren we dit gewoon. Volgens mij moet je het in Engeland niet eens aan de orde stellen... van zullen die dodendenking, zullen we er even mee stoppen? Dat haalt ze niet eens in hun hoofd. Als je het belangrijk vindt om die vrijheid te vieren... Anker, we zitten in het hart van een crisis. En dan is de vraag, en dat zullen werkgevers zich ook allemaal afvragen... moeten wij dat dan betalen? Dat deze mensen nu een dag niet op hun werk verschijnen? Nee, maar dat kunnen wij volgens mij prima... Wie moeten het volgens de ChristenUnie betalen dan? Volgens de ChristenUnie hebben wij sowieso, zijn we niet zo heel erg van die 24-uurseconomie... en vinden wij rust in de economie brengen. Wel alle dagen vrij eigenlijk. En wat mij betreft vieren wij elke zondag bevrijdingsdag. Nee, maar om even duidelijk te maken... dit is de vraag, vinden wij met z'n allen... en wie moet het betalen? Dat moeten we dan met z'n allen oplossen. Maar ik vind het ook bijzonder om te zeggen... het kost 300 miljoen. Waar haal je die 300 miljoen vandaan? Nou, goed, omdat dat is uitgerekend... als al die mensen een dag niet naar hun werk gaan... wat dat kost. Ja. Nou ja, misschien is het ook wel een goede manier om te betalen door... Ik denk niet dat Ed Anker dat met me eens is door op te zeggen... van, hoor, als je mag de winkel op zondag open hebben. Volgens mij wordt het ook... Daar gaan we een interessante discussie over aan. Want daar halen we volgens mij niet die 300 miljoen vandaan. Geld kan je maar één keer uitgeven. Of nou op vrijdag of op zaterdag of op zondag. Tweede Pinksterdag in Leuven, is dat wat misschien? Nou, Tweede Pinksterdag is volgens mij geen Bijbelse... dag, ik vind dat niet erg. Kunnen we meerderheid ik heb een calvinistische achtergrond. Tweede Pinksterdag? Maar het werkt toch alleen, meneer Cohen, als je er dan ook wat mee doet? Want anders dan gaat iedereen gewoon op de vrijmarkt staan. Ook leuk, maar ja, net maar, gehad. Maar ik ben vandaag bij een paar van de bevrijdingsfestivals geweest. Ook gisteravond was er na de herdenking waren er een aantal evenementen... die allemaal ontzettend goed bezocht zijn. En je kan inderdaad zeggen, van hoor, er komen mensen erop af... omdat ze het mooi vinden en leuk vinden, muziek en zo. Maar er gebeurt toch wel weer veel meer. En je ziet dat er wel heel veel belangstelling voor is. Dus, en natuurlijk, niet iedereen, niet alle 16 miljoen... maar er zijn wel erg veel mensen die ook echt wel het gevoel hebben... ja, het is meer dan alleen maar een geintje.